Suriname. Yeah, trap de kwaliteit. Suriname. Surinamers, wat zijn jullie van plan? Suriname. Suriname, boy, boy, boy. Ongeveer 2 weken geleden waren deze dames bij mij te gast. Toen hebben we het gehad over het woord re in combinatie met boost. Re in combinatie met het woord oppo of oppomi. En ik vond het zo leuk. Ik dacht van, zij moeten gewoon terugkomen. Zij hebben op dit moment een project lopen dat heet De Toekomstwinkel. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb dus weer hier aan tafel natuurlijk de one and only Renate Boston. Die zit vandaag rechts van mij. Vandaag in het zwart, want die tante die ze de vorige keer heeft geprojecteerd, die moest vandaag weer even terugkomen. Ze is ook ver van me gaan zitten, want anders gaat ze slaan vandaag. Aan de linkerzijde hebben we Melissa Maknak, die is ook weer teruggekomen. Welkom weer. En we hebben natuurlijk ook Cindy, die de vorige keer zo geëmotioneerd raakte van het verhaal over wat nou de achtergrond is van Reboost. Cindy Blanke zit vandaag weer, alleen nu aan de andere kant. En ze zijn vandaag weer hier gekomen om te praten over die toekomst. Welkom weer bij Alitaki. Nou dames, we zijn weer terug. Hoe is het met jullie sinds de laatste keer? Goed. Goed? Ja. Zeg, ik leef, dus het gaat goed. Je leeft, je hoofd is er niet afgevallen, dus de hoed dus kan... Dat, precies dat. Ja, dan hebben jullie stiekem ook weer spreekwoorden geoefend? Of hebben jullie zoiets van, nou ja, dat ging de vorige keer goed genoeg? We zien het wel. Het was hoofdbrekerij de vorige keer. Het was hoofdbrekerij vorige keer ook, hè? En vandaag hebben we het natuurlijk over het laatste project, het meest recente project. Ja. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, wat is die toekomstwinkel precies? Nou, de toekomstwinkel is een fysieke winkel. We noemen het eigenlijk een soort van hub, waar jongeren, jongvolwassenen kennis krijgen over het stukje financiën. Eigenlijk gaat het over financiële educatie. Hmm. He, want we hebben natuurlijk een groep jongeren, en dat geldt natuurlijk niet alleen voor jongeren, die te kampen hebben met schulden en problematische problemen rondom het thema financiën. Maar er is ook natuurlijk ook een andere groep die dat niet heeft, maar wel echt zoiets heeft van, hey, ik wil mezelf daarin wel versterken qua mijn positie in de samenleving en ik heb daar gewoon wel iets voor nodig. Hmm. En de toekomstwinkel is daar de plek voor om je dus te educaten, om dus informatie te krijgen over het stukje onder andere financieel. Denk aan ondernemerschap. Onderwerpen als als je een woning hebt of als je wilt beleggen. Nou ja, noem het maar op. Al de onderwerpen die daarmee te maken hebben. En in hoeverre zitten daar dan nog overlappingen in met Reboost of Reopami? Nou, dit initiatief is genomen door Marco Barsoom van Sparks Production. Die heeft mij op een gegeven moment benaderd, heeft Reboost benaderd. En die gaf aan van, hey, dit is het idee wat ik heel graag neer wil gaan zetten. En hoe staan jullie daar als organisatie en als Reboost zijn? Omdat jullie natuurlijk ook doelgroep jongeren en jongvolwassenen bedienen. Mm-hmm. En de overlap, hè, want waarom heb ik gezegd van, hey, dit lijkt me een hele goeie. Omdat binnen Reboost we juist ook bezig zijn om jongeren en jongvolwassenen te verstevigen. Niet alleen in het sociaal-maatschappelijke, maar ook zeer zeker in het stukje financiën. Het mm-hmm. economische aspect. Omdat ik echt vind dat de jongeren, jongvolwassenen die wij zien, hè, die binnen Reboost stappen, maar ook om ons heen. Dat je toch te vaak ziet dat ze niet echt verder komen. Hè, als het gaat om jezelf toch te positioneren in de samenleving. Mm-hmm. En dan bedoel ik daar eigenlijk mee te zeggen dat je... Ik probeer woorden te zoeken omdat ik het voorzichtig wil brengen. Omdat ik niet wil generaliseren. Okay. Op een bepaald niveau blijven hangen in die samenleving. En bedoel je kansarm? Bedoel je zoiets? Nou, dat kansarm wil ik niet eens gebruiken, kansarm. Mm-hmm. Maar of een positie op de arbeidsmarkt? Of, Nee, daar gaat de toekomstwinkel gaat echt eigenlijk, echt wat zij zegt, om het versterken van je eigen financiële toekomst. Ja. De dingen die je niet leert op school of thuis. En ze zijn daar niet bezig met de problematiek waar je overal aan kan kloppen. Hè, als je schulden hebt, als je... Dus om dat te voorkomen, zeg maar. Ja, om te voorkomen en eigenlijk meer bezig zijn. Wat kan je doen met het geld wat je hebt? Als je een huis wil kopen. Precies, budgetteren. Ja, maar van alles. Wil je een huis kopen? Hoe ga je dat doen als je nog geen
nog niet voldoende verdient. Hoe ga je zelf verdient? Hoe ga je zelf positioneren? Ja. Beleggen. Alles waar eigenlijk de sprekers die ze daarvoor uitnodigen, zijn meestal experts in hun eigen vak. En dat zijn ook mensen die ze normaal nooit zien. Hè? Dus een schuldhulpverlener, die kan je makkelijker bereiken dan iemand die miljonair is geworden met het. Hoe zeg je dat? Iemand die in. Een nieuwe formule. Ja, nee, die in de vastgoed zit bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dat zijn hele interessante dingen. En ze komen ook een hele andere rang van mensen tegen die meer willen in plaats van. Ja, zoals Renate dat zegt, een beetje in hetzelfde schuitje. We hebben financiële problemen, maar van hey, ik heb mijn financiën redelijk op orde. Of ik heb het gewoon goed op orde. Dus ze eruit zijn gekomen, zeg die maar. Die eruit zijn of er helemaal nooit in hebben gezeten, maar niet de kennis hebben om door te groeien. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de doel van de toekomstwinkel. Het zijn eigenlijk die onderwerpen en die personen die we eigenlijk op school graag hadden willen krijgen. Ja, want ik vind persoonlijk, als je van huis niet hebt meegekregen hoe je met geld om moet gaan, dat je sowieso een soort van valse start maakt. Mm-hmm. Want juist de plek waar je zo'n groot deel van je leven doorbrengt, school, die doet niet zoveel aan financiële educatie. Er wordt niet zo goed een sterke financiële basis gelegd voor je toekomst. In de zin van financiële zelfredzaamheid en hoe je... jezelf meer kan ontwikkelen. En dan krijg je op het mbo ineens wel schuldhulpverlening. En dan denk je van... Een beetje lastig. Want wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die in het programma zitten... die je op school bijvoorbeeld minder hebt gekregen... of misschien helemaal niet hebt gekregen? Want budgetteren, dat zit er denk ik wel bij. Maar budgetteren alleen is niet genoeg. Nee, klopt. Maar ook bijvoorbeeld hoe je een hypotheek kan aanvragen. Hoe je in vastgoed kan investeren. Mm-hmm. Dus ook echt, je leert niet alleen preventie. Dus wat voorkomen had kunnen worden. Maar je leert ook hoe je welvaart voor jezelf kan creëren. Oké. Okay. Ja. En wanneer is dit begonnen, dit project? Dit jaar, januari, is het gestart. Ja. En hoe loopt het tot nu toe? Hoeveel deelnemers heb je bijvoorbeeld? Even uit mijn hoofd. Ik denk dat er nu ongeveer 60 mensen zijn geweest. Ja. En is het nou eenmalig of is het weer net als Ribos? Elke woensdag. Elke woensdag is de toekomstwinkel geopend. Ja. Van 4 tot 8 uur. En elke woensdag is er ook een bepaald onderwerp. We hebben, Lisa gaf het net ook aan, vastgoed is langs geweest. Of tenminste, is het onderwerp is voorbij gekomen. We hebben het morgen toevallig over hypotheek. Dus elke periode is er weer een ander onderwerp. Dat gaat over ondernemerschap, over belastingen, over subsidies, e-commerce. En elke woensdag is er dus zeg maar een forum waarop dus zeg maar de informatie tot de mensen... bij de mensen terechtkomt die langskomen. En dan heb je één keer heb je een spreker. Die gaat het gesprek aan met de mensen die langskomen. De andere week heb je een filmavond. Dan wordt er een film. Dan gaan ze samen een film kijken. En dan wordt er een gesprekje daarna gevoerd. De andere week is er een workshop die gegeven wordt. Maar die film heeft dan weer te maken met het thema. Ja, met het thema. Klopt. En de andere week dan is er een expert die daar zit. En als je vragen hebt of dingen wil weten, dan kun je gewoon naar binnen lopen. En dan kun je gewoon je vragen stellen. Maar dus dit is niet hetzelfde als het programma van Ribos dat je 2 jaar lang volgt? Nee, dit is echt een jaar. Dit is tot december is het nu geopend. Mm-hmm. Ja. En het stukje toekomstwinkel, dus het winkelaspect van je komt shoppen om te kijken van wat kan ik doen voor mijn toekomst. In hoeverre is het stukje financiële kennis, hoe komt, misschien wat ik dat aan jou vraag met de communicatie, hoe komt dat zeg maar naar voren bij de toekomstwinkel? Zodat mensen ook meteen denken, oh het gaat dus om die financiële ontwikkeling. Kijk, ze uit heel erg naar buiten toe van, wil jij jezelf financieel versterken? Wil je meer weten over dit en dit? En iedere keer is een ander onderwerp. Ja. Ze geven ook vaak ruim van tevoren aan welke onderwerpen eraan komen. Dus mensen krijgen daardoor wel een beetje een beeld. Ja. Wat we wel merken is dat soms mensen wat behoefte hebben aan meer. Of wat meer diepgang. Dat wordt wel eens aangegeven. Dus het is nu nog vooral heel erg kijken waar ligt de behoefte. Mm. We hebben wat onderwerpen.
En wij als Reboos kunnen daar wat meer mee doen als wij zien, hey, er is veel meer behoefte om ergens mee in de diepte te gaan. Daar hebben wij veel meer tijd voor, omdat wij natuurlijk een langdurig traject hebben. Dus we zijn pas begonnen, dus we zijn nog heel erg aan het... Maar er zijn al 60 geweest in korte tijd. Nou, ja. Misschien wel meer. Ja, we hebben zeg maar de opening gehad. En daarnaast hebben we dus, misschien dan voornamelijk nu over vastgoed. En het mooiste van alles is juist die combinatie met Sparks, omdat we dan natuurlijk samen de toekomstwinkel hebben, is dat de deelnemers van Reboost, dat waren de eerste jongeren, om maar zo te zeggen, die aanwezig waren. En zij nemen vervolgens ook weer anderen mee. Een netwerk die ik heb, die neemt ook weer anderen mee. Marco, hè, in dit geval een samenwerkingspartner, die heeft natuurlijk ook zijn netwerken. En het mooiste van dit is natuurlijk een stukje mond-op-mond reclame. Hè? Want de ene keer neemt, dan vertellen ze dat weer door. En dan nemen ze weer andere mensen mee. Dus op die manier wordt ze... Ook dit klinkt weer als een bijna zeggen gat in de markt. Omdat er is heel veel kennis beschikbaar. Maar waar komt dat dan samen? Dus hoe kan je me misschien nog even meenemen in wanneer speelde het idee bij jou om te zeggen van nou, we gaan daar nu een start mee maken? Nou, eigenlijk vorig jaar. Kijk, bij Marco speelde dat natuurlijk al vrij lang, denk ik. Ik bedoel, hij heeft het plan geïnitieerd. Maar vorig jaar, een beetje bijna eind vorig jaar, hebben we het hierover gehad. En net wat ik al aangaf, hè, ik vind het gewoon heel erg belangrijk om zo en zo de horizon te verbreden van de jongeren en jongvolwassenen die binnen Reboost of tenminste het programma volgen. Omdat ik nogmaals toch veel merk dat we vaak op één niveau ergens blijven hangen. Vaak dezelfde banen kiezen. En niet ten nadele van de banen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat op het moment dat je de horizon verbreedt en dat je daarmee de focus ook een beetje legt. Moet er ook meer mogelijk. Dat er ook veel meer mogelijk is. Ja, precies. Want vaak blijf je dan zitten, je denkt van oké, dit is het en er is niks meer mogelijk. En dit is juist weer een samenwerking die we zijn aangegaan, waarvan ik denk van ja, er is meer mogelijk. En om een klein voorbeeld te noemen, jij was er ook bij aanwezig, Melis, is dat we hadden het over een huis kopen. Hè, want vanuit Reboost, wat wij doen, is dat we de sprekers daarin een stukje begeleiding geven. Mm-hmm. Ook aangeven tijdens de voorbereiding wat belangrijk is om juist het contact met de jongeren te krijgen. Hè? Want ik bedoel, je hebt een vakgebied. Je bent spreker of dan niet spreker. Ik bedoel, je bent iemand die makelaar is. Maar het is nog een ander verhaal om het verhaal over te brengen aan jongeren. Zeker. En in dat gedeelte, daar zit Reboost in. Hè? Daar begeleiden we ook de spreker in. En wat daarin belangrijk is, is niet alleen het zenden van informatie. Want je kunt heel veel informatie geven. Daar waak ik ook echt voor wanneer ik in gesprekken ben. Maar wat je dan krijgt, is dat mensen informatie hebben gehoord. Ze zijn enthousiast, omdat anderen ook op dat moment enthousiast zijn. Ze gaan vervolgens naar huis. En oké, en het was het. En het vervalt weer. Ja. En ik vind het juist belangrijk, omdat we ook in het staddeel Zuidoost zitten. En ik wil echt niets ten nadele van het staddeel, helemaal niet. Want er zitten heel veel mogelijkheden. Maar je moet het ze wel laten zien. En niet alleen maar komen om te zenden. Van nou, we hebben ons, om het even zo te zeggen, we hebben ons klusje weer geklaard. Maar help ze ook en geef ze ook echt tools mee. Waardoor ik, als ik wegga als jongere, denk van oké, ik heb nu tools gekregen. Ik moet nu stap A doen, stap B, stap C, stap hè, enzovoort. Ja. En niet alleen van ik heb de informatie gekregen en that's it. Hè, want als je een huis wil kopen, 9 van de 10 jongeren die daar zaten, als je vraagt van wie heeft er een huis gekocht, was dat eentje die zijn hand heeft opgestoken. Mm-hmm. Terwijl het niet zo is dat de jongeren niet denken aan een huis kopen, maar denken vaak van hé, ik heb maar een bepaald inkomen, dus het is niet mogelijk. Ja, je weet niet welke kant je op moet. Precies, en hoe, hoe kom je dan, en het is wel mogelijk. En dat perspectief, dat creëren jullie voor ze. Ja, absoluut, want Melissa die heeft daar een vraag over gesteld die dag. Ja. Toch? Oh, wat heb je, welke vraag heb je gesteld? Of het mogelijk is om een huis te kopen met een studieschuld. Mm-hmm. Ja. En wat was het antwoord? Het is inderdaad mogelijk, wat ik zelf niet wist. Maar alleen kan je dan wel minder lenen. Mm-hmm. Ja, dus... En hoe heeft het je dan verder geholpen dan, deze kennis en informatie? Wat, in de zin van, wat heb je dan zeg maar direct kunnen toepassen in de praktijk? Sowieso naar manieren te zoeken waarbij ik wel meer geld kan verdienen om toch mijn studieschuld sneller af te kunnen lossen. Mm-hmm. Zodat ik op die manier toch... Bedoel je dan passief inkomen? Bedoel je dat?
Nou, passief inkomen, ja, dat is ook iets wat ik zou willen. Tenminste, dat, ik, daar moest ik aan denken, omdat je het had over beleggen en vastgoed en dergelijke. Dat is heel divers. Nee, dat doe ik nog niet. Dat is wel de bedoeling. Ja, precies. Ja. Nee, ik probeer het te begrijpen, omdat ik dacht misschien als je zegt van hoe je meer geld kan verdienen. Dacht ik, oké, naast wat ik al doe, bijvoorbeeld met beleggingen. Maar je bedoelt misschien carrière technisch. Ja, precies. Maar dat van het passieve, dat zou ik ook wel echt willen leren. Want zoals Renate al aangaf, ze geven ook lessen met betrekking tot vastgoed of beleggen. Ja. Dus dat is zeker iets waar ik ook naar zal kijken. Oké. Ja. En die, laat ik het zo zeggen, als het gaat om een studieschuld, zijn natuurlijk denk ik vooral nu heel veel jongeren die daarmee te maken hebben. In hoeverre hebben jullie daar al contacten mee gelegd van hey, die doelgroep specifiek, kom naar de toekomstwinkel, want hier ligt kennis voor het grijpen. In hoeverre is daar al... We zijn sowieso elke week zijn we bezig om op verschillende manieren de doelgroep te bereiken. Nou, sowieso via onze socials. Mm. Maar ook binnen het netwerk. Ik loop nogal veel rond binnen Zuidoost. Binnen bepaalde bijeenkomsten. Waar ik bijvoorbeeld, laatst ben ik iemand van een school tegengekomen. Toevallig waren ze daar bezig met ondernemerschap. Maar er zitten natuurlijk ook ongetwijfeld leerlingen tussen die ook te maken hebben met een studieschuld. Dus dat zijn wel de partijen die ik interessant vind om zeker uit te nodigen. Dus ook vooral scholen. Ja. Ja, nee, ik kan me voorstellen. Vooral nu je zegt, dit mis je op school en jullie bieden het aan. Dan is het een mooie kruisbestuiving. Ja. Weet je nog de vorige keer toen we een spel hadden gespeeld? Ja. En ik zei, dit kan je doen als je de jongeren begeleidt. Ik weet niet, misschien kan je het ook doen bij de toekomst. Maar wij gaan in ieder geval spelen. Dus hier naast een spreekwoord, ik wist. Nou ja. Jullie weten hoe het werkt inmiddels. Dus ik ga niet meer uitleggen wat jullie moeten doen. Jullie mogen gewoon zelf kiezen welke jullie willen pakken. En dan gaan we vanuit daar kijken wat jullie ervan maken. Mag ik die derde? Ja, ik wil ook de derde. Je wil de derde. Die hoor je nog even van maken. Oké, Melis, take it away. You know what tomo for go. En dat betekent, je zegt dat je iets gaat doen, maar je doet het niet. Je houdt mensen van de gek. Ja, en wanneer... Ja. je zegt het een, maar je doet het ander. Mm-hmm. Ja. En hoe ik hem zeg maar heb... De betekenis die ik eruit heb kunnen halen vanuit zeg maar, mijn bron, die ik nog niet ga prijsgeven. Misschien aan het einde van Alitaki. Maar de bron die ik heb gehanteerd, die geeft ook aan dat ze het vaak gebruiken als een uitspraak van iemand die geen mening heeft. Ik ken het juist als iemand die zegt dat een tegen het ene, tegen de ander zegt dat ander. Dat je zo ken ik hem. Ja. Dus je hebt geen eigen mening. Je zegt de hele of je zegt wat iemand wilt horen. Ja, je mond is een motor. Tegenstrijdig. En ik voel een urgentie bij jou. Je wilde wat mee zeggen volgens mij, hè? Met deze. Ja, ik wil die, want ik heb een boodschap voor al die gasten die me... Nee, is de enigste wat ik herkende. Oké. Nee, dan laat het maar even bij. Maar dankjewel. Wie mag ik de volgende beurt geven? Ik neem twee. Twee? Die wilde je nog? Ja, nee, ga maar. Je moest kar na pichi na ening. Je moet een kind bij de naam noemen. Yes. Ik zal niet weten wat ze daarmee bedoelen. Gewoon direct zijn. Gewoon direct, makes sense. Ja, gewoon ik zou het kunnen vertalen als van... hoe zeg je dat? In het Nederlands zeggen ze geef het beestje een naampje of zo. Ja, noem het beestje bij de naam. Ja, noem het beestje bij de naam, toch? Maar ja, dat is raar om dat te zeggen. Kijk, wij hebben dan een mooiere van het kind. Want we gaan kinderen niet met beesten vergelijken. Ja, draai er niet omheen. Draai er niet om, zeg het hoe het is. Nou ja, kijk, en dit past natuurlijk ook weer bij wat jullie doen, hè? Van oké, zo zit het, zo doen we dat. Ga niet met dit. Ga niet met dat, verdiep je in de informatie en dan komt het waar je moet zijn. Nou, ik weet ze geven alle, maar ik ga op 4. You prodo mooi, maar you prodo lati. Maar wat is, ik weet precies. jij moet deze wel kennen. Mooi, je bent prodo mooi, is prodo is mooi, ja, hoe noem je dat? God, ik maak het gevoel van prodo is... Dat je... De prodo Ja, toch? Proud, toch? Ja, juist. Proud. Maar je prodo lati. Maar lati is... Maar je bent laat. Wat betekent prodo lati? Ja, ik moet denken aan wat jij had gezegd de vorige keer. Weet je het nog?
Je had de vorige jaar gezegd van, ja, maar het is nu pas. Dus het is... Oh, nu pas is... Moest het aan de maaltijd. Oh! Ja, van, je bent heel mooi brodo, maar je bent laat. Weet je, oh, omdat, dus moest het naar de maaltijd. Moest naar de maaltijd. Okay. Kijk, nu heb ik het goed gedaan. Ja, maar ja, het is al klaar. Ja. Oh. En dan even kijken. Ik ken het van het toneelstuk. Ja? Van welk toneelstuk? Van 1-1 is 3. Kom het er ook in voor. Ja, klopt. Ja, 1-1 is 3. Ja, volgens mij, die man deed zich anders voor dan hoe hij werkelijk is. Oh. Dus hij was eigenlijk vrij eenvoudig, maar hij deed als iemand die veel geld had. Maar ik weet niet hoe ik het... Je doet je anders voor dan dat je bent of zo. Ja, ja, maar in dit... Ja, of klopt. Voor anderen stel je anders op. Je stelt je anders op, inderdaad. Dus het is vals. En in deze context is het ook nog eens dat je daar schaamte bij hebt. Maar... dat je dus valse schaamte hebt. Want het is niet van jou. Je doet je anders voor dan wat je bent. En de schaamte die daarmee gepaard gaat, is dus vals. Dus je bent iemand moedwillig op het verkeerde been aan het zetten. Je bent iemand voor de gek aan het houden. En ja. En je zou hem inderdaad ook anders kunnen vertalen. Hè? Dus je neemt het. Je neemt de schaamte. Omdat je, en als je dat dan doet, dan eet je de wijsheid. Oftewel, je leert van je fouten. Ja. Als je de boot ingaat, ja, mooi, maar wat doe je ermee? Wat doe je met de kennis? Nou, okay, jullie zijn er best wel goed in. Dus misschien moeten jullie toch nog een keer komen. Want weet je wat grappig is, hè? We doen al 3 seizoenen nu Alitake. En je merkt gewoon van iedere keer, ook als er gasten terugkomen... Dan is dit iets wat losmaakt, zeg maar. Ja. Ik heb de burgemeester hier gehad. Die zei van, hey, ik heb geoefend. Burgemeester van Almere. Okay. Zei van, ik heb geoefend. Ik heb mijn netwerk geraadpleegd. Die kwam hier. En die ging tekeer, jongen, met die spreekwoorden, jongen. Maar Surinaamse spreekwoorden. Ja, ja. Okay. En ik heb het niet over Frank Weerwind. Want dat is een Surinaamse. Ja, 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 maar, ik bedoel, niet Nederlands. Ik zag hem. Maar ja, burgemeester van de die zag het programma. Die wilde komen. En die zei, maar als we dat spel gaan spelen, dan ben ik en hij vriend en vijand heeft hij verrast hoor. Dat van, hij was echt strijdvaardig ook. Dus, maar ook andere mensen hoor. Die dan bijvoorbeeld zeggen, één keer had ik iemand zeggen van, hey, gaan we nog die orders doen? Dus, men kijkt er dan naar uit. Dan ben ik nog even benieuwd. Je zegt tot december. Wat zijn dingen die je nog kan vertellen over tussen nu en december elke woensdag? Nou ja, wat ik eigenlijk net al een beetje heb verteld. Elke keer is er een ander onderwerp. En wat ik vooral... Ik spreek natuurlijk meer met de sprekers. Ja. En eigenlijk dezelfde boodschap die ik net ook al gaf. Belangrijk is dat... Dan ga ik hem anders stellen. Is er ergens een kalender waar mensen kunnen kijken naar wat er komt? Ja, of, wat er komt is het programma. Is op het moment dat je in de toekomstwinkel komt en je meldt je aan... dan krijg je automatisch het programma via de mail toegezonden. Maar je kunt gewoon ook op de website. Ja. Volgens mij is dat www.toekomstwinkel.nl. Maar kijk, kunnen ze dan als het ware al het programma voor de komende weken zien? Voor de komende maand. Volgens mij voor de komende maand zie je de onderwerpen. En ik zeg dat het is ook een goede opportunity om mensen tegen te komen of die jou iets kunnen leren die je normaal niet zo makkelijk in het dagelijks leven zou spreken. Dus iemand die in miljoenen in vastgoed verdient, die gaat niet zomaar even met jou het gesprek aan. Nee. Maar daar kun jij je vragen stellen. En dat is dan voor de jongeren ook om daar op te kijken. En die vastgoed, ik ben even zijn naam. Leandro. Weet je, en dan zien ze iemand van hun eigen kleur. Dat is een Surinaamse jongen, toch? Die dan in de vastgoed zit. En dat hebben ze ook daar nodig. Om ook nog een soort inspiratie. Zeker, weet je. Maar ook de vragen kunnen stellen. Dus het is het heeft gewoon een wisselwerking van op verschillende manieren. En hij vond het zelf ook heel leuk. Ja. Ik denk dat hij dacht ook, ga dat even doen. Maar hij wilde zeker vaker komen. Dus het is het is iets heel moois. Ja, tuurlijk. Dit is ook vooral als het om vastgoed gaat. Dat is niet even in 4 uurtjes uitgelegd. Nee, dat zeker, niet. Nee. Dus, maar... Wanneer ga je ons je aandelenportefeuille presenteren? Misschien over een jaar. Nee, toch? Over 3 maanden moet je het hebben. Nee, maar zonder dolle. Dat zou je ongetwijfeld horen bij een van de experts. Als je je portefeuille verzamelt. Ja. In principe, je kan vandaag al starten. Ja. Alleen als je nu start, dan heb je misschien nog niet de juiste kennis. Ja. Maar je kan op korte termijn kan je
Kan morgen. Kan straks al starten. Straks, kijk, dat bedoel ik. Ja, maar kijk, zoals, ik ben ook gestart, maar ik weet niet alle details. Dus het zou fijn zijn als iemand, en natuurlijk ben ik mezelf aan het educaten, maar het is fijn als iemand dan straks expert is in het beleggen, die ik vragen kan stellen, die ik nu altijd moet googlen, terwijl dan heb je het al die weet, precies. En die komt, tuurlijk moet die komen. Dus, ik had een keer bij een workshop, had ik zo'n programma gedaan, hè, en daar waren ook Surinaamse mensen aanwezig. En toevallig kwam ik bij een van ze in een groepje, want je moest dan een oefening maken. Mm-hmm. En toen zei ze, ja, ik heb aandelen van Adyen gekocht. Oh ja, Adyen. Dus ik zei van, waarom dan? Ja, gewoon omdat het in het Surinaams betekent again, dus nog een keer. Ik zei van, alleen daarom. Adyen doet heel veel transacties financiële. Dus, ja, ik dacht dat het daarom ging. Maar ze zei van, nee, Adyen past bij. Dus misschien kan je daar ook wat mee. Dat is niet een goede beleggingsadvies, alsjeblieft. Daarom hebben we de toekomstwinkel. Nee, precies. Mag ik jullie nogmaals danken dat jullie weer zijn gekomen. Ja. En dat, ik wens jullie heel veel succes het komende jaar bij de toekomstwinkel en bij de Reboost. En ja, we houden sowieso contact. Yes. En ik vind het ook leuk om te zien hoe jullie vandaag weer met extra... Wat was het ook alweer de vorige keer? Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, jullie zijn met extra shing zijn jullie gekomen. Maar niet shing in de zin van schaamte, maar shing in de zin van... Kijk, ik ben er. Dus dank jullie wel daarvoor. En nu ook weer bedankt voor het kijken. Doe je voordeel mee, de toekomstwinkel. Je kan online kan je de informatie opzoeken. Er is kennis, haal het op en doe je voordeel mee. En die is dan in mijn suite. Dus je luistert goed naar die.